Hallo allemaal, leuk dat jullie ook deze keer weer kijken. Vandaag weer een vlog met allemaal verzamelballen. En ik verplaats bal 1 elke keer een beetje, waardoor het net iets anders ligt. En daar geef ik ook weer oplossingen voor. Veel kijkplezier en ik hoop dat jullie wat hebben. Deze verzamelstoot direct via rood. In één lijn naar de witte toe. Een klein beetje rechts effect mocht hij op de band komen, dat hij meer effect heeft. Bal 2 gaat van de korte band, lange band, korte band en weer terug naar boven. Ten opzichte van de vorige verzamelstoot ligt mijn bal nu iets meer naar de band toe, waardoor ik hem moeilijker kan verzamelen zoals de vorige bal. Dus nu speel ik hem aan de linkerkant van rood. Mijn bal gaat zo op en neer en bal 2 gaat van korte band op korte band terug naar bal 3. Deze verzamelstoot drukken we door de bal heen. Bal 2 gaat van kort, lang en weer hier naar de hoek. Mijn bal amortiseer ik, midden van de bal, klein beetje rechts effect en dat hij meer effect heeft. Deze verzamelbal via één band in één keer erbij, onder in de bal, zonder effect, gewoon op dikte. Deze bal ligt rechter op bal 2, daardoor krijg ik hem niet in één keer erbij. En moet ik bal 2 doublé spelen, dat heet 2 keer op en neer. Ik geef een klein beetje rechts effect, dat is ook voor om bal 2 een betere loop te geven. In deze positie ligt de bal nog weer rechter en lukt het ook niet met een doublé om hem erbij te krijgen. Wat ik nu ga doen is een buitenpiqué. Dus ik mik hem eigenlijk aan de buitenkant. Ik geef links effect en door de kracht keert hij gewoon weer helemaal naar binnen. Deze bal ga ik rechtstreeks verzamelen, via rood in één keer naar wit en rood via de lange band ook in één keer naar wit. Nou ligt hij iets rechter, dus het is niet mogelijk om hem in één keer te verzamelen, maar nu speel ik rood in één keer daarheen en speel ik mijn bal via de lange band met een beetje links effect naar bal 3 toe.
Maar nu ligt hij nog iets rechter. Via deze kant gaat hij niet. En via deze kant krijg ik niet de goede lijn voor bal 2. Dus ik schiet hem nu door naar de korte band. Gaat hij hier door de hoek. En dan naar boven. En mijn bal gaat van de rode in één keer naar de witte. We spelen dik in op rood. Rood gaat voor langs. Lange band en weer naar bal 3, een doublé. En mijn bal gaat direct van rood naar wit toe. Hij ligt nu een stuk rechter. Mijn bal gaat gewoon 3 banden rond naar wit. En rood gaat weer op en neer. Lang en weer naar bal 3-1. Hij ligt nu schuin op rood. Om nu te verzamelen laat ik rood over 3 banden erbij komen en stuur ik mijn bal van lang naar bal 3. Dus wat ik nu ga doen is ik raak hem aan de linkerkant van rood en druk rood naar de korte band direct en loop dan hier naar boven. En mijn bal gaat via de band met een beetje linkseffect hier terug in, naar bal 3. Nou, mijn bal ligt nog een beetje verder van de band af. We gaan nu rood ook via 2 banden, lange band, korte band, ook weer erbij spelen. Mijn bal gaat via rood op de band, klein beetje links effect, ook naar bal 3. Nu ligt hij nog schuiner op bal 2, op de rode bal. Het gaat nu niet lukken om hem via 2 banden erbij te spelen. Dat ga ik dus nu doen over 3 banden. Lang, kort, lang en ook zo erbij. En mijn bal gaat via de band en dan naar bal 3. Klein beetje links effect. We sluiten af met een wat moeilijkere bal. Ik ga in één keer trekken van rood naar bal 3. En bal 2 loopt 2 keer rond en komt hier ook bij.
Bedankt voor het kijken allemaal. Vergeet niet te abonneren onderin. En blijf me volgen.